Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik zit hier vandaag met André van der Plas. Welkom André. En we gaan de vierde les van dit jaar door ons doornemen van 26 januari 2019, een koninkrijk van priesters. Nou, voor we dat verder gaan uitdiepen, gaan we eerst de leiding van de Heer vragen. Lieve barmhartige Vader in de hemel, met een dankbaar hart in de naam van de lieve Zoon Jezus, kom voor uw troon van genade, Heer, om u dank te zeggen, Heren. Dat we de mogelijkheid hebben om met elkaar de les te bestuderen. Die gaat over een koninkrijk van priesters. Wilt ons helpen om de juiste facetten uit deze les naar voren te lichten. En dat we ook het grote plaatje erin ook mogen zien. En ook wat onze rol daarin is wat dat betreft. Wees daarin bij ons en geef ons de wijsheid daarin. Het is alles fijn dat we niet enig iets verdienen. Dank u uit genade om Jezus wil. Amen. Ja, het is eigenlijk een beetje een rare titel. Nou, we komen hem nog in de les tegen, hè, want we weten dat hij uit gegrepen is uit Exodus 19 vers 5, hè, een koninkrijk van priesters. Ja, een koninkrijk van priesters, denk je, joh, dat is een heel land waar alleen maar geestelijke mensen zijn, hè, want dat staat er eigenlijk. Maar laten we eens kijken, wat betekent priester in deze zin van deze les? Priesters waren in eerste instantie ook mensen die een voorbeeldfunctie hadden, want in het openbare leven. En dat was ook de bedoeling dat het volk van Israël een voorbeeldfunctie had voor andere volken. Ja. Priesters waren ook middelaars tussen God en de mensen. En ook daarin was het de bedoeling van God dat het volk Israël eigenlijk, dat zij hun God ook zouden voorstellen aan de andere volken. Dat is mooi compleet uitgelegd. Ik denk precies de bedoeling wat hier zou staan. Nou, daar een land vol van. Dan betekent dus dat het heel hard gaat met de verkondiging van de evangelie. In theorie, ja. In theorie, ja, nee. Een plan moet, op zo, zou, zeker, zo, zeker. Zo zou het plan moeten zijn. Hè? We gaan de inleiding eens lezen. God heeft in zijn oneindige wijsheid Israël uitgekozen als bewaarders van de kostbare schatten der waarheid voor alle volken. Hij heeft hun zijn wet gegeven als de maatstaf van het karakter dat ze moesten ontwikkelen ten aanschouwen van de wereld, van engelen en van ongevallen werelden. Ze moesten aan de wereld de wetten van het hemels bestuur openbaren. Door woord en voorbeeld moesten zij duidelijk getuigenis brengen voor de waarheid. Gods heerlijkheid, zijn majesteit en macht moesten in al hun voorspoed geopenbaard worden. Ze moesten een koninkrijk van koningen en priesters zijn. Wat mij hier zo opvalt in het stukje in de inleiding is dat er een maatstaf is gegeven, dat heet de wet. Mm-hmm. Was het nou, welk deel van de wet was het nou? Dat was de wet, sowieso ging het om de 10 geboden. Ja. Maar aan het volk Israël waren natuurlijk van veel meer geboden gegeven. Maar dat waren meer, zoals we ze noemen, de geboden van Mozes. Dat waren de reinheidswetten. Ja. Maar ik denk dat het hier wel in eerste instantie gaat om de principes van de 10 geboden. Ja, precies. Want daarin kun je in feite ook alles terugvinden. En vind je ook het karakter van God terug. En we zijn niet voor niets geschapen als naar Gods beeld. Alleen is dat door de zondeval is dat weggeraakt. En is het nu juist de bedoeling om dat weer te herstellen. En het volk van Israël was eigenlijk hiermee gevraagd om dat beeld te herstellen. Satan heeft natuurlijk in de hemel heeft natuurlijk verkondigd van de wet kan niet gehouden worden. Precies. En door voorbeeld moest dus eigenlijk gesteld worden dat door ontwikkeling van het karakter dat het houden van de wet wel mogelijk was. Dus daarin waren ze ook weer een voorafspiegeling van Christus die later ook weer de hoge priester zou worden. Het wordt ook een maatstaf van het karakter genoemd. Hè? Een maatstaf is tegenwoordig noemen we dat benchmark. Dat is waar je tegen afzet van is het dan goed of slecht. Gaat het nou goed of gaat het slecht? Voor de mensen die wat van vermogensbeheer of beleggen afweten, dan wordt alles tegen benchmarks afgezet. En als je nou onder die benchmark blijft, ja, dan gaat het niet zo goed. Zit je op de benchmark, doe je het prima. En zit je erboven, dan doe je het heel erg goed. Mm-hmm. Dus de 10 geboden is nou de maatstaf van je karakter. Als je dan denkt van, joh, ik ben er wel, dan raad ik je allemaal om, ik zou 20 te lezen en denk nou, als je dat doet, dan ben je er inderdaad wel. Want dat is een beetje de maatstaf. Dat dacht die rijke jongeling ook. Ja, ik wou het niet als voorbeeld gelijk zeggen. Maar dat is wel bedoeld, hè, als maatstaf voor ons karakter. Als we dan denken van, vergelijk je niet met andere mensen, maar vergelijk je met de 10 geboden. Dus gebruik die gewoon als een spiegel naar jezelf toe. Dat is een mooi woord. We gaan naar het koninkrijk van priesters. Nou, we gaan naar de eerste priester die in de Bijbel genoemd wordt. En dat is een voor sommigen een mystieke man, voor anderen en mij niet zo. En we gaan het ook uitleggen waarom het niet zo'n mysterie is. Nou, wie was nou de eerste priester van de Allerhoogste? Dus de priester van God. We hadden wel afgodenpriesters al. Die vermeldt ze in de Bijbel. Die wordt in Genesis 14, meldt hij zich. En dat is, de een noemt hem Melchizedek, de ander noemt hem Melchizedek.
ik noem hem gewoon maar Melchizedek op zijn Nederlands. En het bijzondere was dat eigenlijk heel weinig van deze man bekend is. We weten eigenlijk alleen maar dat hij een priester was, dat hij bij Abraham was gekomen, dat hij brood en wijn heeft meegebracht voor hem. En dat Abraham dus zijn tiende aan hem heeft gegeven. En dat Melchizedek ook koning was van een stad dat Vrede heette. Ja. En als je er zo naar kijkt, dan zie je heel veel heenwijzingen naar Christus. Want Christus zal uiteindelijk ook koning worden. Hij wordt ook vredevorst genoemd. Maar hij wordt ook koning van een eeuwig vrederijk. Dus dat is al een voorbeeld dat je de parallellen ziet. Dat brood en wijn, dat is een heenwijzing naar het heilige avondmaal. En die heilige avondmaal is weer een heenwijzing op Christus Jezus met zijn bloed en met zijn lichaam. Wat hij heeft laten vloeien. Bloed dan. Nee, we hebben zo net, het lijkt erop, hè? Maar als iets wat erop lijkt, is het nog niet, hè? Nee, het is een soort van prototype, kan je noemen. Een voorafschaduwing van Christus. Zoals we ook weten dat Isaac dat was. Met zijn offer was ook een voorbeeld, een beeld van Jezus. Ze zien Melchizedek als een beeld van het priesterschap van Jezus. Daar komen we straks nog verder op. Welke tijd leven we met Melchizedek? Zo'n 1900 jaar voor Christus. Daar leefde Abraham, dat was ook Melchizedek. Klopt, En hij komt Melchizedek, die komt hem tegen. Terwijl Abraham had net de mensen van de stad Sodom, samen met Lot, had hij bevrijd. Een hele grote oorlogsbuit hadden ze. Nou, die wilde hij niet hebben. Hij liet alleen maar de mensen eten en drinken. En toch, toen kwam hij van al zijn eigen bezittingen, gaf hij de tiende aan Melchizedek. Dat is best mooi als mensen zeggen, ja, maar de tiende is zelfs pas later ingezeld. Je ziet dat het hier al een gewoonte was, want anders had hij het niet gedaan, om het te geven. Dat was al een principe, ja. Als je verder naar Melchizedek wil bestuderen in de Bijbel, is het Hebreeën 7. In de psalmen komt hij nog even terug, maar vooral Hebreeën 7, dan verwijst Paulus er ook naar. En Paulus zegt eigenlijk, ik weet eigenlijk ook niks van. Hij zegt, ik kan zijn hele geslachtsregister niet vinden. Ik weet niet wie zijn vader was, zijn moeder weet ik ook niet. Zo noemt hij dat allemaal. Maar hij noemt hem wel, omdat hij belangrijk is in de historie en ook naar de verwijzing van het priesterschap van Jezus. Ja, en de Geest der Profetie zegt ook heel duidelijk dat heel veel mensen denken dat er zoveel parallellen zijn. Van, nou ja, Abraham is natuurlijk ook al bezocht geweest door toen de aankondiging van zijn zoon, met Sarah, dat was later pas inderdaad. Dus dit zal ook wel Jezus zijn. Maar de Geest der Profetie zegt wel heel duidelijk in de Bijbelcommentaar, bladzij 21. Melchizedek was Christus niet, maar hij was Gods stem in de wereld, de vertegenwoordiger van de Vader. Dus we kunnen hier gewoon stellen dat Melchizedek een voorloper was van Christus. En net zoals ook Johannes de Doper een wegbereider is geweest. Ja. Het mooie van dit begin namelijk is, als je denkt, ik ga ooit eens priester willen worden, maar ik ben geen leviet, dat er nu weer een kans ontstaat. Want daarom beginnen we met Melchizedek namelijk, want Melchizedek was ook geen leviet. Nee. Want die bestonden nog helemaal niet. Abraham was de opa, overgrootvader van Levi. Ja. Jij moet even denken. Isaac, Jacob, Levi. Hè? Dan hebben we de overgrootvader. Nee, Isaac, ja, Levi. Ja, precies. Ja. De overgrootvader van Levi was Abraham. Dus de Levieten bestonden nog niet. Daarom zeggen we, we mogen misschien priesters worden door de orde van Melchizedek. Nou, de tweede stuk is de vraag, wat was dan het plan van de Heer voor Israël toen deze vastgesteld werd als heilig volk? En als dat, we weten dat Abraham uiteindelijk was uitverkoren, en zijn nageslacht ook. Nou, dan gaat Jacob als Israël trekt naar Egypte. En bij de uittocht uit Egypte worden ze een bijzonder volk genoemd. Dus daar ontstaat het heilige volk. En wat was nou hun bedoeling? De bedoeling was dus dat zij een voorbeeld zouden stellen voor andere volken. Ja. En natuurlijk waren de wetten al bekend. Alleen toen was het nog niet zo'n heel groot volk. Men wist ook natuurlijk, degene die al God diende, hoe Gods wetten in elkaar stak. Men wist al van de Sabbat. Het heeft altijd al bestaan. Vanaf het paradijs al. Alleen dat moest allemaal weer opnieuw vormgegoten worden. Dus is er ook een verbond gekomen die pas bij de Sinaï bekrachtigd is. Ja. Ja, dat is het eerste stukje van de vraag precies. Hè, dat verbond wat ze toen in de gekregen hebben. En ze beloofden, we zullen het altijd blijven doen. Bij de vierde vraag kan je zien dat ze het alweer vergeten waren. Heel snel, ja. Maar ze wilden het in intentie, wilden ze het ook gaan doen. Het tweede deel van de vraag is, welke delen van de belofte laten zien dat de Heer verlangde om een geestelijk koninkrijk op te richten?
Hij noemde ze, allereerst noemde hij ze natuurlijk een persoonlijk eigendom. Ja. En hij had ook gezegd van, als je nou gehoorzaam bent aan al die wetten, dan zal ik je ook bespaard laten blijven van allerlei ziekten. En die reinheidswet, die ook de wet van Mozes wordt genoemd, hè, die vind je ook later terug dat de Joden die zich daar nog steeds hebben aangehouden, dat ze al later is opgebroken. Want bijvoorbeeld in Portugal, in de middeleeuwen, brak de pest uit. En wie kreeg de schuld? Dat waren de Joden, want die waren niet ziek geworden. Dus nee, dan zullen zij dat wel gedaan hebben. Ja. Maar waar ze niet aan dachten was, omdat de Joden dus al die reinheidswetten nog hielden, die God hen gegeven had, bleef ze dus van dat soort ziekte bleven ze bezorgd. Het handen wassen en weet ik al wat al dat gedoe. Het mooie was dat de Heere wilde eigenlijk dat zij als volk, zeg maar, afgezonderd waren. En op die manier als een priester, dus als een middelaar, naar de rest van de hele wereld waren. Dus we hebben dat een ander deel van ook wel zien. God wilde eigenlijk graag via Israël de hele wereld gelovig maken. Dat de hele wereld uiteindelijk God weer zou aanbidden. Dat was het originele plan wat met Israël had moeten kunnen gebeuren. De opmerking is echt heel mooi. Als zij gehoorzaam zouden zijn. En wij kunnen tegenwoordig zeggen zouden geweest zijn. Zouden ze gespaard blijven van ziekte, wat je net noemde, waar de andere volk werden getroffen. Ook mooi. Ze zouden gezegend worden met een helder verstand. Hé, dat is mooi. Dus ook als je trouw in de Heer bent gekregen, ga je beter denken. En God verschaft hen elke mogelijkheid om het grootste volk op aarde te worden. Nou, dat was het originele plan. We gaan terug naar priesterschap, met Melchizedek en een volk. En dat we ook zien dat priesters al bestonden voordat de levieten waren. Dus de derde vraag, wie koos de Heer nou uit toen Israël nog in Egypte was, maar ook daarvoor al, in de tijd van Abraham, om specifiek toegewijd te zijn aan de Heer? En dat was in feite alle eerstgeborenen, ja. Die werden aangezien als een soort van eerstelingen, zou je het kunnen zeggen, die dus de Heer toegewijd zouden moeten worden. En daar zie je ook dat de vergelijking ook met de laatste plaag in Egypte, dat de deurposten besprenkeld moesten worden met het bloed. En degene die dat gedaan hadden, daar zou de engel des doods, zou dan aan die deur voorbij gaan. En alle eerstgeborenen in Egypte werden getroffen door dood. En daar zien we dus dat eerstgeborene, dat nog steeds gold als zijnde Gods eigendom. Ja, precies. De opmerking staat heel mooi. Deze gave werd in ieder gezin erkend door het opdragen van de oudste zoon. Hij moest als priester worden gewijd als vertegenwoordiger van Christus onder de mensen. Nou, dat is dan niet zo raar ook, hè? Want we weten ook dat Abraham was een mooi voorbeeld die daar als zoon van Tera het erfenis kreeg. Maar ook de priester was voor zijn hele volk. Van zijn hele gezin zou ik zeggen, maar ook voor alle dienaren en weet ik al wat. Hij maakte de offers, hij offerde de zaken en dat was dus Abraham als priester. En dat zie je iedere keer weer. Ook Jacob zie je dat als voorbeeld geven. Want Jacob was niet de oudste, maar heeft wel het oudste recht gekregen. Je ziet hem ook dat hij offeraltaren maakt en dan offert. En dan doen we helemaal priesters. En dan zie je in dit geval. Dan zien we inderdaad ook die patriarchen ook allemaal de functie van priester vervulden. Ik vind dat mooi. Patriarchen, dat is steeds, mooi. En dat is nog steeds eigenlijk wel zo. Als vader in het gezin heb je ook die rol van priester. Ja, je hebt een priester in je eigen gezin. Ben jij dat? Dan ben ik dat ook. Dan... En zelfs Job was dat al... ver voor die tijd uit. Job is ook even de oudste in de Bijbel. Die deed ook voorbeden voor zijn kinderen. Ja, omdat hij iets te wild feesten. Ja, oké. Okay, maar hij was wel de priester in het gezin. Absoluut. Daarin had hij die offerde precies. Ja. Want offer is iets wat expliciet is, dat zien we zo naar de volgende vragen, wat voor de priesters bestemd was. We zien nu dat het priesterschap aan een speciale groep mensen gegeven wordt. In de vierde vraag. Het volk Israël trekt uit. Ze komen de berg Sinaï, ze krijgen de 10 geboden. Mozes is al 40 dagen op die berg. En het komt maar niet terug. Het komt maar niet terug. En mensen zijn ongeduldig. En zeker het volk Israël is ongeduldig. Net zoals wij trouwens zouden zijn. Want je weet, wij zijn 40 dagen, maar het zou ook wel 400 dagen kunnen duren in hun beleving. En ze gaan het gauw kalf maken. Nou, dat is de context van de vierde vraag. En dan wordt Mozes boos en God boos. En dan is het stuk. Wie stond er nou standvastig voor de Heer toen het hele volk eigenlijk daar achter het gouden kalf aan liep? Ja, dat was de stam van Levi. Die hield zich daarvan afzijdig. En wilde zich daar niet mee inmengen. Wat ik dan wel niet begrijp is dat Aaron, die heeft eigenlijk al het goud ingezameld. Ja. Nou, hij was zelf wel op tegen. Maar omdat het volk zomaar aandrong, had hij iets van, ik heb ook geen
geen zin in gezeur. Laat ik het maar inzamelen en uitvoeren wat het volk wilde. Dan nemen we de volgende de tekst bij, want dat is makkelijkste antwoord te geven. In Exodus 32 staat, Mozes ging voor de ingang van het kamp staan en zei, wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen. Dus daarmee ging het niet of ze iets verkeerd gedaan hadden, of ze zich op dat moment wilden bekeren. En toen gingen alle levieten bij Mozes staan. En dat is het mooie. Dus ook daar zou Aaron daarbij gestaan hebben. Dus iedereen, ook al hadden ze verkeerd gedaan, hadden ze gelijk bekeerd en gingen achter de Heer staan. Dus daarmee kregen ze een soort, gelijk zo'n soort absolutie al, omdat een bijzondere klasse waren. Alle andere stammen bleven waar ze waren. Dus de levieten hebben hier een bijzonder recht gekregen. Nou was het niet zo dat de levieten alles kregen. Want hier zien we de wijziging van de eerstgeboorte aan de levieten komen. We zien in nummerie 1 vers 50 en nummerie 3 zie je, stel de levieten over de tabernakel de getuigenis en over zijn gereedschap en over alles. En dan zegt hij, ik heb de levieten uit het midden van de kinderen als opgenomen in plaats van elke eerstgeborene. Ja. Hier zit dus de wijziging van de wetgeving van eerstgeborenen naar levieten gaan. Nou even nog naar het priesterschap. Dan ga ik de opmerkingen wat makkelijker, want de Bijbel geeft het ook wel, maar het gaat wat makkelijker in de opmerking. Wie mochten nu priesters worden? Want de levieten kregen de zorg over alles wat heilig was. Wie werden nu priesters? De priesters konden alleen uit de stam van Levi komen. Ja. Iedereen van de stam Levi, die bezigde zich ook met het onderwijs wat betreft Gods wet en alles wat eromheen. Ja. Dus alle geestelijke zaken was dus eigenlijk in handen van, was toevertrouwd, om het zo te zeggen, aan de stam Levi. En uit de stam Levi kon je priester worden. Dus als je leviet was, wil dat niet zeggen dat je een priester was. Maar een priester kon alleen maar een leviet zijn. Oké, maar we gaan nog even specifiek lezen de opmerking even. Het priesterschap bleef echter beperkt tot de familie van Aaron. Alleen Aaron en zijn zonen mochten dienen voor het aangezicht des Heeren. Dus je moest afstammen uit de lijn van Aaron. Dan was je ook leviet. Ja. Dus iedereen was leviet. En Aaron was ook leviet. Maar dat waren de priesters en daar kwamen ook alleen de hoge priesters uit. Dus dan weten we ook dat Zacharias, die de vader van Johannes is, dat hij direct van de Aaron afstamt. Dat weet je dan ook. Ook in diezelfde opmerking is, en dat is best wel mooi om te onthouden voor vandaag de dag ook, toch werd het de eerstgeboren nog steeds beschouwd als Gods eigendom en moesten ze door een losprijs worden vrijgekocht. Dat zie je ook overigens bij de geboorte van Jezus, dat hij met duifjes de prijs was, dat moest betaald worden in de tempel. He, dat is dit gebruik. Ja. Nou, welk groot voorrecht volgens de vijfde vraag was toevertrouwd aan de priesters van de Heer? Dat gewoon het klassieke priesterwerk, laten we dat maar even zo benoemen. Ja, dat was dus dat ze in feite het hele plechtige werk moest doen van iemand die dus de fout in was gegaan, die een overtreding van Gods wet had, zich daarvan bewust was. En dus met een lammetje moest komen. Ja. En dan moesten de zonden, moesten dus zinnebeeldig eerst op het lammetje overgebracht worden. Ja, dat de zondaar, precies. Dus de zondaar op het lammetje. En vervolgens moest dus de priester dat lammetje slachten. Ja. Daarmee gingen de zonden zinnebeeldig over op de priester. Ja. En de priester ging dus met dat bloed aan zijn handen, ging hij dus het, het heilige binnen. En dat werd dus aan het gordijn, het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen besprenkeld. En daar zie je prachtig wat Jenne zegt, de middelaarswerk van zo'n priester. Hij was de middelaar tussen de zondaar en het heilige der heiligen, waar het voorhangsel achterin, waar de Schegina was, dus de aanwezigheid van God. En daar was hij als priester tussen. Nou, dan zie je echt de echte klassieke functie van middelaar tussenpersoon van deze priester. Ja. Nou, en de hoge priester mocht nog een bijzonder werk doen, één keer per jaar. Eén keer per jaar, dat was nog plechtiger. Was nog plechtiger, die mocht achter het voorhangsel komen. En dan werd ook het voorhangsel gereinigd door God. En dan mocht hij naar het heilige der heiligen om alles weg te doen voor alle zonden van dat jaar. Nou, dat is de belangrijkste rol van de priester. Dan hadden ze ook een andere, en dat was in Malachië. De lippen van een priester moeten kennis bewaren uit zijn mond om een onderwijs in de wet zoeken. Nou, daar gaan we zo in de volgende vraag over, maar dat is het tweede deel van de vraag. Die kennis hadden ze ook. Nou, zo zie je, we hebben een paar dingen van de priester al gezien, waar ze vandaan komen. Mm-hmm. Dat ze van alle tijden zijn. En dat het ook de andere geslachten zijn. En dat ze een speciale functie hebben. Dan gaan ze een andere functie krijgen in de zesde vraag. Dat is een ander werk, zeg maar. Naast het uitvoeren van offers en dat, zeg maar, dat middelaarswerk,
Wat moesten ze nog meer doen? Dat was dus dat, wat je al net had gezegd over Malachi. Ja? Die lippen van een priester moeten kennis bewaren. Ze moeten een onderwijs in de wet zoeken. Zij moesten zich bezigen met de wet. Met, ja, met alles wat met het geestelijke betrekking had. En wat betrekking had op Gods wet. Dat moesten zij dus allemaal doorgeven aan de jongere generaties. Ja. Dat het van generatie tot generatie de geboden van God in het openbaar werden onderwezen en werden doorgegeven. Kijk, we weten bij de hervormingen van Nehemia en Ezra dat het hele volk moest staan en werd het voorgelezen, want ze waren het allemaal vergeten. En later heb je dan de wetgevingen dat ze eigenlijk omgeven werden door de wet. Als je bij iemand op visite kwam, dan hing de wet aan de poort. Ze droegen de wet bij zich vaak. Ja, tegenwoordig heb je gewoon je mobieltje bij, heb je ook de wet bij je. Dus dat is wat makkelijk, hoef je niet bij te dragen voor je voorhoofd. En we weten ook, dat komt nog verder in het lesboekje naar voren, dat de koningen iedere dag moesten ze de wet lezen. Dat ze goed begrepen de wet van God, hoe het in elkaar zat. En dat is eigenlijk het enige wat je kan zeggen. Ja, wat doe ik? Hoe vaak lees ik nou de wet van God per dag? Dat hadden ze ook wel nodig, als ze ook zelf als koning rechtspraak deden. Tuurlijk. Maar zo zie je dus dat de wet van God zo belangrijk is voor de vorming van je karakter en voor je gedrag iedere dag opnieuw. Mm-hmm. We gaan nu naar het heden toe. Met de zevende vraag eigenlijk. Een oproep aan Gods volk. We hebben het over volk Israël. Wij noemen ons ook zelf het geestelijk Israël. We weten dat het niet meer alleen maar bij de bloedverwanten hoort, bij de Juda-stam. Maar we zien ook dat we het geestelijk Israël door Jezus Christus zijn geworden. En door het gezicht van Petrus, dat wij er ook bij mogen horen tenminste. Dus de geestelijke kinderen precies. Van Abraham. Nou, over wie is volgens de apostolische geschriften de waardigheid om een heilig en koninklijk priesterschap te zijn nu uitgebreid? Het is diezelfde Petrus die dat gezegd heeft. Ja, Petrus noemt dat ineens dat wij zelf ook, zelfs als levende stenen. Mm-hmm. En levende stenen, ja, een steen gebruik je om een bepaald gebouw te maken. Gebouw, ja. En dat gebouw moet natuurlijk ook Gods tempel voorstellen. Dus wij zijn dus ook dan onderdeel van dat gebouw. Wat dus gebruikt wordt, waar de Heer ook in kan wonen. Precies. En ook daarin worden we dus een geestelijk priesterschap, een heilig priesterschap worden ook genoemd. Ja. Dus de functie die in het Oude Testament gegeven was aan eerst aan de eerstgeborenen, later aan de levieten. Ja. Datzelfde hebben ook wij. Ook wij worden, als wij dus ons aan de Heer overgeven, worden wij automatisch tot Gods eigendom worden wij beschouwd. Dat heeft ook wel mee te maken natuurlijk dat wij zijn vrijgekocht als een losprijs, dat hij daarom precies ons ook als eigendom ziet. Maar ook daarin zijn wij niet veel anders dan die eerstgeborenen, die eerstelingen, die zich moesten wijden aan God. Het is toch prachtig om te weten dat wij gewoon koninklijk priesterschap zijn, hè? Zoals het daar staat in 1 Petrus 2, vers 9 dan. En wat is nou het doel, staat er ook bij? Opdat u deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus het is wel iets moois om iets te zijn. Maar je moet het wel weer doen. Ja. Dus je moet het verkondigen. Niet alleen zoals we nu doen via de video. Of via de multimedia en via internet. Maar je moet het ook op allerlei manieren doen. Het verkondigen van het eeuwige evangelie. Precies, want dat is uiteindelijk het doel. Maar ja, dat is ook geen schaamtevolle boodschap die je hoeft te brengen. Nee. Het is niet de boodschap die Jona moest brengen als profeet aan het volk Nineveh. Het is een blijde eeuwige boodschap. Dat is een blije boodschap. Er is redding voor tijd en eeuwigheid. Je kan gered worden voor de eeuwig. Je een eeuwig leven krijgen als je altijd gelukkig mag zijn. Neem Jezus aan als je verlosser. En leven naar. Klein stukje uit de opmerking van 7. Toch heeft God in zijn barmhartigheid hen niet van de aarde weggevaagd. Hij wilde hem de kans geven met hem bekend te worden door zijn gemeente. Mm-hmm. Het was zijn bedoeling dat de beginselen geopenbaard door zijn volk het middel zouden zijn om in de mens het zedelijk beeld van God te herstellen. Nou, dat geldt ook voor ons vandaag. We gaan naar de laatste vraag, de achtste vraag. Waar zullen nou, we gaan naar de toekomst. We gaan een hele grote stappen door de historie. Van, vraag 7 ging over het heden. En 4000 jaar geleden met Methuselem en dan gaan we nu, zijn we nu naar de toekomst. En waar zullen degenen die in vreugde en trouw de Heer hier op aarde dienen, het voorrecht hebben om als priesters en koningen te dienen? Ja, eerst zal dat u zien van de tekst waar openbaring 20 over gaat. Ja. Is dat wij dus priesters zullen zijn van God en van Christus. En dat we dus ook naast dat
priesterschap ook als koningen zullen regeren. Dus met, als koning, de zijnde van de functie, dat wij ook rechtspraak zullen doen. En dat zal dus 1000 jaar zal dat in de hemel plaats hebben. Precies. De Bijbel is niet chronologisch, hè, want terecht het andere is begint bij Openbaring 20. Want dat is de periode die direct na de wederkomst van Jezus komt. Het begint, hè. Daar staat niet voor niks. Hè. Zalig is hij die deel is aan de eerste opstand, is ook de gestorvene. En dan mogen het oordeel van God beoordelen als een soort hoge rechtshof. Om te kijken of het goed gegaan is. En ook dat we daar vrede mee hebben. Want je moet vrede hebben met het oordeel van de Heer. En daarna is het dat we mogen regeren op aarde. Prachtig vooruitzicht eigenlijk. Hè? Dus dat wij als eenvoudige mensen, als zondige mensen, dit mooie vooruitzicht mogen hebben. Het is ook weer de herstelling van datgene wat ook oorspronkelijk bedoeld was met de eerste Adam. Ontzettend mooi. Ik wil iets uit voor verdere studie lezen. Dat staat een beetje in het midden. In deze woorden liggen we opgesloten de voorwaarden voor alle voorspoed. Voorwaarden waaraan al onze instellingen moeten voldoen, zo zijn opgezet van hun stichting zullen beantwoorden. God wilde zijn volk Israël tot lof en heerlijkheid doen zijn. Ze kregen elke geestelijke zegening. God onthield hen niets wat kon dienen om een karakter te vormen dat hen zou vertegenwoordigen, vertegenwoordigen hem zou maken. Als je dit allemaal samenvat, dan is het, de boodschap is wel dat het gaat over priesters en een koninkrijk van priesters. En we hebben een tijdspanne van 4000 jaar binnen een half uur doorgenomen. Maar wat je eigenlijk toch in ziet is dat als wij naar de wet van God luisteren, als we dat gewoon daadwerkelijk als onze leidraad nemen in je leven, dat we dan gelukkig kunnen worden. En het mooie is dat niet alleen jij en ik gelukkig kunnen, want nu kunnen we allemaal gelukkig worden. Als we allemaal de Heer Jezus in ons hart nemen, als we dan willen we ook graag zijn wil doen. En wat is de wil doen? Is de wil van God. Dat betekent dus de wet van God houden. Dat we die gewoon in ons binnenste als leidraad houden, als maatstaf voor ons karakter. En als we dat doen, gaan we er naar leven, mogen we anderen ervan vertellen en zijn we gelukkig. Niet alleen hier, maar straks ook in de hemel en op de nieuwe aarde. Dat wens ik niet alleen u allen toe, maar ook iedereen die u nog mag spreken, dat u die blije boodschap mag ontbrengen. God zegen u.